Het seizoen is nu 2 maanden onderweg. Zover. Waar de bevindingen zijn, dat we hebben natuurlijk, maar ik wil dat niet aanhalen als excuus, maar toch wel wat problemen gehad. Zowel naar kwetsuren toe als mentaal. Ik ga daar niet over uitweiden, maar dat is zo. Dus om de groep bij elkaar te smeden, maar ja, eigenlijk is het zo dat als ik dat persoonlijk naar de groep bekijk, heeft die 2 weekends dat we niet gespeeld hebben, ja, ons wel meer bij elkaar gebracht. En hebben we ook aan bepaalde items kunnen trainen waar we ervoor geen tijd voor hadden. Ja. Dus ja, oké. En wij blijven hard werken om de volgende stappen te zetten en de groep ook. Ja. Afgelopen seizoenen, Paul, was jij, terwijl de muziek hier wat harder wordt. Sorry? Terwijl de muziek hier wat harder gaat. Afgelopen seizoen was jij natuurlijk in België actief. Wat is voor jou het grootste verschil tussen de Belgische en de Nederlandse competitie? Maar de Belgische competitie is natuurlijk iets ruimer. En ik denk ook iets sterker. Heeft uiteraard te maken met budgetten. Al langer professioneel, denk ik. Maar hier is heel veel enthousiasme. Als ik dat zie hier in Bemmel, de mensen van Joost United en alles er rond hier, het enthousiasme, dat was er in Mechelen minder. Maar daar zat al wel iets meer natuurlijk, hè, van een paar jaar. Maar hier zijn de mensen heel enthousiast. Als je ziet wat dat hier op korte termijn gebeurd is, infrastructuur en zo verder. Dus ja, men zit hier eigenlijk de eerste stappen vorig jaar zonder publiek moeten spelen. 2 wedstrijden, dit is maar onze 4e thuiswedstrijd nog maar. 2 wedstrijden waar dat we het publiek wel heel enthousiast gemaakt hebben. Denk aan de wedstrijd tegen Den Helder en de wedstrijd tegen Rotterdam. Mensen stonden recht op op de banken, zal ik maar zeggen. Spijtig dat we dat niet kunnen blijven verder doen. Want ja, wij hebben gezegd van de Kooi is onze thuishaven. En we gaan er iedere keer een feest van maken. Maar ja, we hebben geen publiek nu. Ik heb zelfs de eerste traantjes gezien, Paul, bij het publiek. Ja, ik geloof dat. Ja. Dat is mooi. Sam, je had ook nog een vraag. Paul, heel kort als deur. Je had net over, je hebt natuurlijk 4-5 weken niet gespeeld in november. De spelers scherp houden is natuurlijk belangrijk. Je had het over items waar je aan hebt getraind. Wat is dat? Aanvallend, verdedigend? Vooral verdedigend. Vooral verdedigend hebben we aan bepaalde dingen gewerkt. Ook in aanval, omdat we momenten iets te statisch aan het spelen waren. Dus we hebben dat kunnen, ja, we hebben daar, en daarom ook, omdat je zegt, hoe ga je groep bezig? Als je als coach langs de kant staat en je zegt van, ah ja, we spelen niet, dus we gaan maar een beetje trainen. Dan is dat een slechte periode. Wij hebben het juist andersom gedaan. We hebben heel hard gewerkt, heel intensief. Omdat we toch niet moesten spelen, konden we op training over de limiet gaan. En daar heb ik de vruchten al van gezien. Oké, nou super. En train je dan op bepaalde dingen ook voor straks tegen de Belgische teams? Train je voor speciale plays of aanvallend of verdedigend juist voor straks tegen de Belgische teams? Wat speciale plays? Wij proberen heel veel ritme te creëren. En in momenten was er dat, maar te weinig. En in de manier van spelen ook spelers daar een beetje hun vertrouwen ingeven. En ik zie, als je nu bepaalde spelers ziet, om er ene te noemen, Jet bijvoorbeeld, je ziet dat hij zich bijvoorbeeld daar veel comfortabeler begint in te voelen. Maar dat is altijd een aanpassing. Als je een volledig nieuwe groep hebt, nieuwe coach. Iedere coach heeft zijn visie en filosofie van spelen. En dat moet je overbrengen op een groep. Maar dat kan niet van vandaag op morgen natuurlijk. Nee, inderdaad. Je zag tegen Den Haag dat hij eigenlijk heel goed speelde. Hè? 24 punten had hij volgens mij. Ja, met momenten hebben we goed gespeeld. We moeten juist de mindere momenten moeten we iets beter controleren. En dat is ook een proces waar dat we aan werken. Ja, want je start de wedstrijd supergoed. 2-16 stond het volgens mij. Maar met 9 minuten op het tweede kwart stond het gelijk. En volgens mij stond Den Helder zelfs even voor. Daarna bouw je het ook weer heel makkelijk uit. Ja, dat zijn de positieve dingen. Zeg. De positieve dingen zijn dat we dan op dat moment niet panikeren en toch terug die kloof nemen en dan met meer dan 20 winnen. Maar het zijn die mindere momenten die dat we beter moeten kunnen opvangen. Maar dat heeft soms ook te maken met maturiteit. En we hebben een jonge groep. Dus als iedereen daar zijn stapjes in maakt, stap per stap, ja, dan kunnen we. Kijk, het seizoen is nog redelijk lang, hè? We moeten nog tegen Belgen spelen.
Dus dan kunnen we volgens mij nog veel stappen maken. Ja. Om nog eentje erover door te gaan. Je hebt straks natuurlijk de Cross Border League. Dan krijg je groep goud en groep zilver. Is de ambitie echt om voor die groep goud te gaan? Of heb je zoiets van, nou, in groep zilver is de kwaliteit dusdanig voor ons als jonge ploeg? Ja, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen natuurlijk. Hè. Als je de vijfde plaats kunt behalen, dan heb je denk ik al een mooi seizoen achter de rug tot op dat moment. Maar is het een cadeau om tegen Oostende te moeten spelen en zo verder met een jonge groep? Het is mooi natuurlijk, maar ik denk naar ook kwaliteit als je moet tegen Limburg spelen of ik weet niet tegen welke andere Belgische ploegen, dat dat ook een heel mooi leerproces is voor deze jonge groep. Dus ja, het maakt eigenlijk niet zo uit, maar wij spelen wel iedere wedstrijd om te winnen. Dus als we vijfde eindigen, dan eindigen we vijfde. Ja. Paul, om af te ronden, want je wil ook naar je ploeg toe. Ja. Donar vandaag, verwachting? Maar Donar is een zeer sterke ploeg. Hè. Ze hebben daar nu nog spelers bijgenomen. Zeer fysische ploeg. Dus ik denk als wij niet fysisch spelen tegen deze ploeg, ze hebben ook een heel brede kern, dat we het moeilijk gaan hebben. Maar wij moeten met heel veel vertrouwen die wedstrijd aan. En ik heb het in de kleedkamer tegen de jongens gezegd, we moeten naar de oorlog gaan. Ja. We moeten een fysische oorlog aangaan. En ze niet laten doen, want dan heb je problemen. Ze hebben heel veel kwaliteit in huis. Ja, dat denk ik. Hey, heel veel succes en we spreken je na de wedstrijd. Dank je wel. Dank je wel, Paul.